uw regio. Ik ben iedereen aan het uitleggen wat er hier te doen is. Zoal. En wat is er te doen? Er is een hele looproute langs alle verenigingen en met podia en activiteiten en spel en terrasjes. Nou, dat belooft heel veel. Ja. We gaan eens kijken. Veel plezier. Dankjewel. Andere zangers en DJ's, dus eigenlijk... Het is best wel groot opgezet. Ja, eigenlijk veel groter dan we eigenlijk bedacht hadden. Het is een beetje uit de hand gelopen, maar iedere sportclub wilde ook iets meedoen. Dus zoveel enthousiasme is voor dat. Maar dan heb je dus wel heel veel vrijwilligers. We hebben vrijwilligers inderdaad vanuit de sportclubs, dus dat is het hele fijne eraan. En we hebben vanuit het wijkberaad zelf ook een aantal mensen inderdaad opgetrommeld om... Hoeveel vrijwilligers zijn hier nou bezig vandaag? In totaal. Vanuit het wijkberaad, ik denk een stuk of 12, maar ik denk in totaal nou, ik denk wel een man of 50. We hoorden vanuit de achtertuin band spelen. We dachten we gaan even kijken. Ja. Lekker weer. Ja, heerlijk. Lekker genieten. Genieten van. Ja, dankjewel. Hoe loopt het festival? Nou, het loopt helemaal goed. Het is de eerste keer, hè? Ja, zeker. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind het drukker dan verwacht. Maar we hebben een prachtig weertje, dus helemaal het helemaal hier. Ja, gezellig. Hallo. How is it going? Ja, goed. Ja? Yes. Ja, we oefenen alvast voor Roland Garros, hè? Ja. Hoe oud ben je? Ik ben 13. Ja, dan doe je op een jaar of 5. Ja, zeker. Everything alright? Yes. Are you winning today? Yes. Lots of succes. Komt goed. Ja, de locatie, daar hebben we gewoon een grote plus, omdat de sportclubs ook hun eigen vrijwilligers hebben. Ja, en die helpen ons nou ook weer mee om dit fantastische evenement neer te zetten. Dit gaat lekker, het is lekker weer. Eindelijk weer een keer genieten van de zon. Ja. En je ziet het, ja, het loopt lekker. Het is heel mooi opgezet. Ja. Kijk eens. Pootje op de steun. Arm strekken. Concentreren. Ellebogen omhoog. Ellebogen omhoog. Concentreren. Zo! Hé jongen, dat was bijna de roos. Bijna schiet helemaal. Er zijn veel schietclubs, hè? Liemde en Boksel. Liemde is er eentje, Boksel zijn er twee. Dus... Vroeger had je overal, hè? En meerdere in een... Elke kroeg had wel een schietbaan. Maar dat is helaas niet meer. Vroeger was het echt een kroegsport. Café-sport. Serieus? Ja. Wat dacht er nu is? Ja, eigenlijk. Ja. Maar nu is het club gebonden voor het. Hè? Ik vind het hartstikke goed. Toch? Ja hoor. Ik en nu? Ook mooi. Sfeervol, veel mensen. Ik tafeltennis zelf nog steeds. Dus, ja? Ja. En dat op 80-jarige leeftijd. Hè. Knap. Hoe is mogelijk? Heel knap. Ja. Ja, en ik vind het nog steeds leuk. Ja. Dus ik vind het goed dat ze zoiets organiseren. Ja. Tafeltennis houdt je jong. Ja. Denk het, ja. Ik zie er wel recht goed uit, hè. We zijn als vereniging mooi vertegenwoordigd bij dit prachtige evenement. Hopelijk voor herhaling vatbaar.
En ja, we hebben zoals u ziet voor de jeugd hebben we spelactiviteiten gemaakt. Ja. We hebben net een clinic gedaan waarbij de betere tafeltennissers uit de omgeving hier een demo hebben gegeven. En nu kan iedereen zelf slaan. Ik ga even de jongens vragen, want ze hadden het net over de betere tafeltennissers, maar dat zijn jullie niet, denk ik wel. Nee, daarvoor moet je niet bij ons zijn, nee. Nou, laat toch maar eens even iets zien. Oké, okay. Kom maar. Komt-ie! Ja, kijk, ik krijg je dit, hè. Hey, komt-ie aan. Is dit een variatie wat de jeugd bierpongen noemt? Nee. Niks onder de 18, hè. Nee, dit is voor de kinderen om een beetje met het bedje vertrouwd te raken en met het balletje. Succes. Kijk eens aan. Ja. Dit is voor mij nieuw. Ja. Van welke vereniging zijn jullie? Taverbo. Ook? Maar dat is toch geen tafeltennis? Nee, dat klopt. Dat is zomaar extra? Ja, dat is allemaal extra, ja. Maar jij tennis wel tafel of tafeltennis of pingpong? Ik tafeltennis, ja. Goed? Ja, ik ben heel goed. Serieus? Ja, heel goed. Het lijkt wel een dierentuin, maar dat is het niet. Nee, ik zit opgesloten. Ja, waarom? Gevaarlijk. Waar is ze gevaarlijk dan? Nee. Wat gebeurt hier dan? Wij gaan hier lekker ballen slaan. Oh, ik ben een beetje agressie kwijt. Oké. Okay. Dan schiet ik ze. En dan slaat hij ze. Oké. Okay. En het liefst terug naar mij. En dat is vanwege de honkbal, neem ik aan? Ja. Oké. Okay. Wij gaan het dadelijk voor het echie doen. Oké. Okay. Maar ik doe het nou om met de wijk. Vandaar dat u in de kooi staat. Ja. Nou, we gaan eens even kijken. Goed gevangen, zeg ik. Zo. Hey. Wat zijn jullie aan het doen, jongens? Aan het poelen. Probeer daarin te krijgen. Dat is niet zo moeilijk. Kom hier met die kei. Oké. Wat kan je ervoor doen? Schiet. Let op. Niet te hard. Dankjewel, hè. Niks meer doen. Heb je erop staan, Piet? En dames, hoe gaan de zaken? Wel goed, maar... Niet goed? Nee, hij loopt een beetje vast. Hij doet het niet goed? Nee. Wat is het probleem? Ja, is het goed? Oké. Goed zat? Ja, we hadden hem net even uitgezet omdat ik te heet werd. Maar nou moest hij opwarmen en nou loopt hij deed het vast. Dus dan krijg je helemaal klontjes erin. En waar is de suikerspinnen specialist? Dat zijn wij. Oh, nou, fix het. Ja. Oh ja, oh, deze is aan het spel. We hebben hem nog niet klaar. Ja, ja, wat gebeurt hier? Ik zie daar een vrouw staan te trillen. Ik word getrild. Dat klopt. U wordt getrild? Ja, het zelfhelend vermogen wordt weer aangezet. Wat? Het zelfhelend vermogen. Oké. En die werkt met de Schumann-frequentie van 7,83 hertz. En die zorgt ervoor dat heel veel pijntjes en ongemakken in het lichaam die worden opgelost. Dus mensen mogen het proberen. Oké. Okay. Ja. We gaan even naar die date toe, hè? Dat staat er wel. Oh, wat lees ik nou toch? Ja, WSD. Je kan komen daten. WSD. Ja, WSD. Ja. Je kan komen daten. Ik kan komen daten. Je kan komen daten, ja. Dan op zoek naar een werkplek. Oh, kijken dat... welke werkplek het beste bij jou past. Dat is slim, want ik word door iets anders aangetrokken. Ik denk nou daten. Ja. Hoe werkt het? Ik ga het je laten zien. We hebben een computernaambord. En dan kun je de vragen gaan beantwoorden die er dan voor gaan zorgen
dat jij weet wat het beste bij je past. Kijk, met jouw antwoorden lijk je een geweldige medewerker bij de ICT. Gevonden. De ICT, daar wordt hem. Nou, dat is echt niks voor mij. Nee? Nee, echt niks voor mij. Nou, gelukkig hebben we ook nog honderden andere smaken. Dus, Maar we iets, ik snap de link wel een klein beetje. Nou, toch bedankt. Graag gedaan. En succes verder. Ja, komt goed. Dank je wel. Doei. Jo, fijn dag. Hoe vond u het? Ja, mooi. Ja? Ja. Prima. Mooi koor. Mooi koor. Koor. Zonnetje erbij. Ja. Heeft u nog meegezongen? Af en toe heb ik meegeneuried, anders dan verstoor ik een heleboel natuurlijk. Hè. Leuk, dankjewel. Ja, oké, okay, dankjewel. Wordt het nou een jaarlijks terugkerend evenement? Nou, als we kijken inderdaad met de vrijwilligers die we hadden, dat heeft ook best wel kruim gekost. En we hebben inderdaad ook, we moeten ook kijken naar het budget. We hebben nu inderdaad, we krijgen ieder jaar vanuit wijkberaad budget vanuit de gemeente. En hebben we een aantal jaar kunnen opsparen, maar we kunnen niet jaarlijks laten terugkeren. Tweejaarlijks? Wie weet. De wethouder van Nistelrooy, goedemiddag. Boksel is weer een festivalrijker. Ja, mooi. Ik ben er trots op. Jij ook? Ja, ik ook. Het wordt geen jaarlijks terugkerend festival. Nou, dat kan ik nog niet voorspellen. Ik vind dat dit wijkorgaan een prachtig initiatief heeft neergelegd. En als zij in staat zijn dit volgend jaar weer neer te zetten, dat is toch alleen maar mooi voor Boksel. Ja, ik heb net iemand van de organisatie gesproken, maar het is toch vrijwilligers, geld. Ja, het blijft een hele uitdaging. Maar misschien kunt u uw vrienden in de gemeenteraad een beetje porren. Nou, laten we in elk geval eerst eens even deze dag afwachten. Het is fantastisch georganiseerd. Het is een hele uitgebreide programmasetting. De prachtig weer vandaag. Dus ik denk dat Boksel hier trots op mag zijn. Vind ik ook. Veel plezier nog. Ja, jij ook. Dat zou mooi zijn, hè? Ja, zou leuk zijn. Zeker voor de wijk. Nu een van Cedus erbij is, weet je wel, om toch een verbindende factor iedereen bij elkaar te brengen. Ja. Ik zou zeggen, heel veel succes nog. Nou, dankjewel.